Kijk naar het weerbericht van 23 februari. Het is een prachtige winterdag vandaag met flink wat zon, alleen in het noorden was vanmiddag wat meer bewolking aanwezig. Vanavond gaat het alweer snel vriezen en de temperatuur daalt naar zo'n min 2 graden halverwege de avond. Er staat een matige oostenwind die het voor het gevoel nog wat kouder maakt. Het blijft overal droog en er zijn weinig wolken. Vannacht daalt het kwik naar zo'n min 3 tot min 6 graden. Nog steeds blijft de oostenwind er staan en die zorgt ervoor dat het voor het gevoel een stuk kouder is. Morgen opnieuw flinke zonnige periode met af en toe wat wolkenveldjes. Smiddags dus kan het nog zo'n 2 tot 4 graden worden. En de wind, het wordt eentonig, die is weer oostelijk en matig tot vrij krachtig. Zondag komt er duidelijk koudere lucht onze kant op. Overdag wordt het daar nog amper plus 1. En ook maandag en dinsdag ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt. Snachts vriest het matig, lokaal misschien al streng, met temperaturen rond de min 10 graden.